En medewerkers van het directoraat cultuur zijn niet te spreken over de wijze waarop directeur Elvira Sandy hen bejegent. Ze hebben daarover hun beklag gedaan bij de Centrale van Landsdienarenorganisatie CLO. Op een vanmiddag belegde ALV in de Palmetuin heeft CLO-voorzitter Ronald Hooghart de leden toegesproken. Volgens hem is de communicatie tussen Sandy en haar personeel slecht. Besluiten worden genomen in een sfeer van ik ben de baas en ik bepaal. Deze handelswijze is niet meer van deze tijd. Je moet communiceren met je mensen, zegt Hooghart. Indien dit gebeurt, zal de situatie zeker verbeteren, zegt de vakbondsman. Het heeft Hooghart naar eigen zeggen veel moeite gekost om de gemoederen te bedaren tijdens de ALV. Want de informatie die ik allemaal heb gehad, was niet mooi. En het schijnt dat de directeur denkt dat ze met omzichtige leugens ook mensen achter zich aan kan krijgen. En in elk geval de bond wegmaken. Want de directeur komt daar. En ik ken die vrouw vanaf kind. We zijn verdomd goed op elkaar geweest. Bijna op 10 familie. Maar dan begin je handelingen te plegen die in feite tegen de vakbond zijn. En ik heb haar aangesproken daarop. Ze zegt, ze had er niet aan gedacht. Het is niet de bedoeling. Dan zeg ik, goed, laten we dan verder gaan. Maar de directeur blijft onaardig zijn. Eigenlijk moet ik een ander woord gebruiken, maar laat me zeggen. Onaardig zijn tegen het personeel. Hooghart heeft zijn leden opgeroepen om het hoofd koel te houden en af te wachten. De bond zal intussen werken aan het verbeteren van de verhoudingen op cultuur. Van directeur Sandy heeft de vakbondsman ook begrepen dat er een personeelsdag zal worden gehouden om de eenheid te bevorderen. Nochtans vindt Hooghart dat de cultuurdirecteur dit samen met de vakbond had kunnen doen. Maar ik heb zelfs goed, we gaan toch. Laten we kijken wat er gebeurt. Het personeel, individueel, heeft aangegeven niet te willen gaan. Ik zeg nee, ga. Je bepaalt of je gaat, maar wanneer jullie iets doen, moeten jullie dat collectief doen. Ik heb eergisteren met de directeur gesproken. Laat me zeggen, de eerste keer dat ik er daar heb gesproken, heb ik er aangegeven. Laten we praten als Hooghart en Sandy. Laat dat directeurschap aan de kant. Laten we kijken hoe we met de vernieuwingen omgaan. Maar blijkbaar heeft ze dat ook niet begrepen. We hebben eergisteren gesproken en ze schijnt dat ook niet te begrijpen. Want we hebben eergisteren gesproken, heel goed. En als je vandaag je mensen gaat vertellen dat ik je daar weg wil hebben omdat ik mijn zoon wil zetten. Ik zal u zeggen, als dat het voorstel was hier, had iedereen gezegd nee, uw zoon. Maar me heb trapbenadering, me nog een benadering dat hij. Aldus CLO-voorzitter Ronald Hooghart, we spraken hem in de Palmetuin na een ALV met de leden op het directoraat cultuur. De gemoederen zijn daar verhit vanwege communicatieproblemen tussen directie en personeel.